Jules van Dongen, net terug uit Amerika. En wat gebeurde er allemaal? Ja, New York was wel moeilijk. Niet helemaal fit. En de eerste ronde tegen Gerwin Price was niet top. En zaterdag, kwartfinale, win ik dan wel 6-5, maar ik kom 4-1 achter. Dus dat, ik had het wel moeilijk. En de halve finale kwam ik niet te pas, helaas. Dus ja, dat is wel zuur, want ik denk als ik de halve finale win, dan ga ik naar het WK. En dat is natuurlijk heel belangrijk voor mij en mijn positie met mijn tourkaart. Laten we die vrijdag laten voor wat het is, maar we gaan naar de zaterdag toe. En wat gebeurde dan? Want je bent eigenlijk al sinds leg 1 aan het overcompenseren, zo komt het over. Ja, en ik kijk al mijn wedstrijden terug en ik zag gewoon dat ik heel veel was aan het duwen en aan het trekken en heel veel beweging in mijn lichaam. En dat komt gewoon omdat ik nerveus was. En ik kom 4-1 achter omdat ik heel veel dubbels mis. En dat is heel moeilijk, maar ik had wel het gevoel dat zolang hij bleef gooien op de manier dat hij dat deed, als ik ook maar ietsje beter ging gooien, dat ik een kans had. En ik kom uiteindelijk 5-4 voor. Hij gooit dan die 164 voor 5-5. Ja, dat is heel zuur. Alleen die laatste leg gooi ik gewoon goed. Dus ik was niet heel ontevreden. Alleen het spel was niet goed, uiteraard. De laatste keer dat jij was gesproken was anderhalf jaar terug. Als we daar nu op terugkijken, we zijn nu anderhalf jaar verder. Je bent nu begonnen en het loopt een beetje. Maar jouw trainingsniveau is zoveel hoger dan wat je in wedstrijden laat zien. En wat, als je op tv bent, ben je heel erg aan duwen en trekken. Waar komt dat vandaan? Hoe kan het nog niet helemaal zijn dat je het nog niet helemaal om kan draaien? Ja, ik denk gewoon ervaring. Kijk, als ik train, ik zit sowieso boven de 95. En de helft van de tijd zit ik boven de 100 als ik train. En nu op de Pro Tour gaat het wel wat beter. Ik heb heel veel goede wedstrijden, iets wat minder. Maar ik denk dat mijn B-niveau is hoog in de 80. En mijn A-niveau ligt tegen de 100 aan. En dus dat gaat wel beter. Alleen het podium is... Ja, ik heb zo weinig podiumervaring. En het komt niet heel vaak... Komt één keer in de drie maanden dat ik op het podium speel. En dat is gewoon heel moeilijk. Komt dat ook omdat je nog zo weinig ervaring hebt? Misschien te snel je tourkaart gehaald? Omdat je wel een hele dag 85, 90 kan spelen en dat in 1 uur genoeg is? Ja, en dat probeer ik mezelf ook continu te zeggen. Ik heb ervaring nodig. En het feit, ik heb een 5-jaren plan. En mijn eerste jaar had ik meteen mijn tourkaart. En ik denk dat moeilijk is om dat natuurlijk een beetje om jezelf te laten herinneren van luister eens mijn eerste jaar. Kijk, ik had ook misschien over 3 jaar mijn tourkaart kunnen halen, maar dat ik wel 3 jaar meer ervaring had. En dus ik moet het gewoon zien als ervaring. Dat is gewoon, mentaal moet ik er gewoon zo in staan. Daar sta je er redelijk goed in. Als we verder gaan kijken, wat is je plan volgend jaar? Je staat er niet goed voor nu. Het gaat wel beter. Wil je naar Q-School? Wil je daar nog niet over nadenken? Zie je al de mode super series? Misschien wat meer WDF, zodat je iets meer podium op kan doen? Nou, ik ga sowieso terug naar Q-School. En haal ik het niet, is het ook goed. Ik leg daar niet heel veel druk op. Maar haal ik het niet, ja, dan WDF en softtippen, modus. Er zijn andere mogelijkheden. Er zijn zoveel mogelijkheden nu, tegenwoordig. En dus ik maak me er niet heel druk om, eerlijk gezegd. Je podiumervaring, hè? We staan aan de vooravond van de World Cup of Darts. Ja, dat is toch lekker om daar even op het podium te gaan staan? Ja, zeker. Vorige week New York was heel mooi. En komende week World Cup. Ja, het shirt met je eigen land te vertegenwoordigen is gewoon heel bijzonder. Je voelt die druk wel een beetje, denk ik, omdat je toch over 300 miljoen mensen vertegenwoordigt. Dus dat is heel bijzonder, maar ik kijk er heel erg naar uit, ja. Eigenlijk net als vorig jaar een soort beloning van het harde werk wat je de afgelopen 3 jaar hebt geïnvesteerd. Ja, zeker. Je hebt moeilijke tijden, je hebt goede tijden, maar je kijkt uit naar die podiumtoernooien. Uiteindelijk willen we allemaal op het podium staan. Dat is gewoon het mooiste. En nu heb ik vorige week New York en dan deze week World Cup. Dat is gewoon mooi, daar doe je het voor. Vorig jaar speelde je met Danny Baggett, die klik was je zeker. Je gaat nu spelen met Leonard Gates. Hoe liggen jullie elkaar? Ja, we hebben een paar keer samen dubbels gespeeld ook, met name softtip. Hij is een hele goede doen en ik maak me daar helemaal niet druk om...
Alleen zijn, zijn rekenen is een beetje wat minder natuurlijk. Dus hopelijk kunnen we daaraan werken en een beetje overleggen hoe we elkaar kunnen ondersteunen en elkaar en dubbels kunnen opzetten. En ik denk dat we zeker een kans hebben om de groep door te komen. Jules, heel erg bedankt. Succes op de World Cup. Ja, graag gedaan.